In het dagelijks leven is hij regiodirecteur bij Randstad en staat voor hem persoonlijke aandacht voor mensen centraal. Maar het was in sporthal De Wissel in Goorle waar Renzo Borani, telg van een succesvolle schoorsteenvegerfamilie, zijn ware aard liet zien. Tegenwoordig lijken zijn gloriedagen in het volleybal voorbij, maar schijnbedriegt, zoals blijkt na het interviewen van drie personen die zijn carrière van dichtbij hebben meegemaakt. Naast zijn onmetelijke volleybalklasse komen in deze reportage ook enkele verrassingen aan het licht. Van Goorle meegemaakt van eerste klas, eerste jaar tweede plaats, daarna het jaar erop gepromoveerd kampioen in de eerste klas naar de promotieklas, goed meegedraaid in de promotieklasse en ja, toen vond meneer het toch even nodig om eens een keertje ergens anders te gaan kijken. Ja, daar baalde je van. Ja, dat vonden we toen in ieder geval niet leuk. Want ook op dat moment ging er nog een paar weg ineens, door verhuizing en studie, et cetera. Ja, en moesten we dat aanvullen met mensen uit de tweede, die eigenlijk niet het niveau hadden voor de promotieklas. Met als gevolg ook een dikke degradatie. Oh jee. Maar ja, bij PSV in Eindhoven, ja, de verhalen waren natuurlijk allemaal enorm en noem maar op, ja. Hij mocht daar gelukkig wel spelen omdat de eerste spelverdeler van alles mankeerde, helaas voor die jongen, want die heeft toch wel vervelende dingen meegemaakt. Ja. Maar ja, het boterde niet met de trainer. Hij was natuurlijk een bepaald soort trainer voortaan gewend en op hangende pootjes. Heel simpel, kwam meneer terug. Ja. En Remco zag, die zat nog wel in je team. En Remco zat toen, ja, die heeft dan ook de degradatie mee mogen maken, zeg maar. En we gingen wel eens in Eindhoven kijken, maar dat was altijd toch, ja, het was iets vreemds in Eindhoven. Ik weet het niet. Nee. Ik heb er altijd een gek gevoel van gehad. En Remco heeft ook veel wedstrijden gemist dat jaar, hè? Ja, die was er heel vaak niet. Nee. Van, ik voel me niet fit, ik voel me niet lekker. Pijntje hier, pijntje daar. Nou ja, dat je denkt van ja jongen, ga lekker voor het volgende seizoen in het tweede ballen, want daar hoorde dan thuis. Maar ja, dat is toch allemaal niet gebeurd en Renzo is teruggekomen en we hebben het weer opgepakt in de eerste klasse en meteen weer gegaan voor het kampioenschap. En ja, dan voelt hij zich natuurlijk meteen weer het mannetje, hè? Ook ja. Was het dan zoveel niveau slagen. Ja, ook in die tijd dat hij zijn rijbewijs haalde en dat hij dan om indruk te maken met zijn auto door Lon op Zand kwam rijden, toeterend en dat ik het wel zou zien. Maar ja, zo had hij meer van die streken natuurlijk. Hè, van, maar ja, ik denk maar zo, zolang meneer nog niet in zo'n gouden auto rijdt net als ik, ja, dan stelde nog niet zo gek veel voor, ook al ben je bij de Randstad. In de directie. Maar ja, dat is een Borani-eigenschap. Hè. Die gaan daar overheen en die snappen dat allemaal niet zo goed. Nee. En dan gaan ze weer verhalen de wereld in gooien. En even een slokje nemen, want ja, dat is natuurlijk ook, oh god, als ze dat maar niet zien dan, want dat is niet de bedoeling. Dan krijg ik weer zoveel jaren te horen. En dat die stiekem zitten drinken altijd thuis. Ja, dat heeft hij ook dus vaak geroepen. Hè? Maar ja, hij drinkt hier nooit, maar thuis. Ik zal het eruit knippen. Ik zal het eruit knippen. Ja, dat denk ik toen beter misschien toch maar doen. Ja. Ja.
Renzo al een tijdje. Kun je iets vertellen over zijn eerste jaren in het volleyballand? Ja, dat kan ik wel, Jasper. Nou, Ren, ik zal de waarheid moeten vertellen hier. Kijk, we hebben allebei gevoetbald. Bij Voorhoop en bij Willem II. En bij Willem II vonden ze Renzo iets beter dan mij. Ik was daar niet mee eens, maar goed. Vervolgens ben ik gaan tennissen. Renzo heeft ook een paar trainingjes meegedaan, maar die raakte geen bal. En toen eigenlijk voor de veilige weg gekozen door met Pim en Maarten mee te gaan naar het volleybal. En al redelijk snel succesvol. Ik kan me een vierde of vijfde training herinneren. Dat ik dacht, ik ga ook eens kijken bij hem. En waarbij hij in volle vaart tegen de netpaal aanliep. Dus gevolgd zo'n ei op zijn hoofd en een week plat. Nou goed, zelf vond hij dat het een teken was van een goede werklust en een goede mentaliteit. De coach ook, want twee weken later mocht hij gewoon weer spelen. En een andere iets wat me vooral bijgebleven is van het volleybal, is daar is de race toch een beetje begonnen met de drank. Ik kan me nog goed herinneren zaterdagochtend dat Renzo naar beneden kwam en toch wat bezorgd aan mijn moeder vroeg wat al die zwarte vlekken en rotzooi in zijn bed en op zijn muren, wat er was. Nou, dat bleek dus gewoon braaksel te zijn met waarschijnlijk een beetje bloed erbij. Dat was Renzo zijn eerste kater overgeefsel. Maar bikkel als die is en altijd is geweest, ging hij toch naar het volleybal toe. Het meest verpante daaraan was eigenlijk, Jasper, dat hij iedere time-out en iedere setwissel even naar het toilet rende om over te geven. Maar hij heeft die wedstrijd wel uitgespeeld. Kijk. Dus dat zijn de meest in het oog springende zaken. Ik ben op een gegeven moment ook gevoerd naar mijn actieve tenniscarrière. Die niet zoveel voorstelde overigens. Maar ben ik ook gaan volleyballen. Ik had net één seizoen gespeeld toen Renzo besloot om mee te gaan trainen bij PSV. En hij werd ook gevraagd of hij daar in de eerste divisie spelverdeler wilde worden. Goed, contract getekend en je weet hoe dat gaat. Zeker in die tijd, er werd natuurlijk nog flink geld verdiend. Vooral door Renzo, want volgens mij heeft hij zijn contributie nooit betaald. Maar in de zomer voorafgaand aan het seizoen raakt hij dus ernstig geblesseerd van een cricketwedstrijd. En we lijken op elkaar. En eerlijk is eerlijk, mensen die... Ik laat het hier niet vaak zien, expres niet, maar ik heb het redelijk in de vingers. Ja. Dus afgesproken van, nou goed, dan neem ik jouw plaats in. Dus ik heb dat jaar bij PSV gespeeld. En dat is iets wat niemand weet. Kijk. Helaas gedegradeerd, maar ik kan je verzekeren dat dat niet aan mij gelegen heeft. Nee, dat geloof ik gelijk. Ja. Ja. En hoe kijk je daar nu op terug? Ja, wel een bijzondere ervaring natuurlijk. Na één jaar voor die ballen meteen op eerste divisieniveau. Maar goed, het was min of meer noodzaak. Ja. En ik ben er wel trots op. Alleen af en toe zit ik me wel dwars dat ik niet over kan praten. Want ja, Renzo, die loopt daar niet mee te koop natuurlijk. Nee. Ook thuis nooit over gehad. Nee, ja, mijn moeder die had af en toe wel eens twijfels. Die vond het op zich wel gek. Want dan kwam ik met de verkeerde tas thuis. En dan hoe kan dat nou? Zo Renzo zijn tas. Dan dacht ik, ja, die van mij was kwijt. Maar nee, verder hebben we dat als een groot geheim gehouden.